ben opgegroeid in een grote stad eigenlijk, in Belfast, in Ierland. Ik heb een Groningse vriendin. In ieder geval, mijn vriendin is oorspronkelijk vanuit Loppersum. En dan kom je toch wel de provincie binnen en dan word je het weet. heb je een huis in Groningen. Het is een ontzettend mooi landschap die ik niet wist dat bestond. Het doet me heel erg denken aan Noord-Frankrijk. En dat elke klein dorpje toch zo'n mooie kerktoren heeft staan. Zo'n mooie middeleeuwse kerkje. Dat is echt wel, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Het landschap en hoe de huizen in het dorp gewoon om de kerk heen zijn gebouwd. Dus ik vind het echt wel, ja, het heeft wel echt iets sprookjesachtig. Het is wel genieten. We genieten wel enorm van de ruimte die we hebben en de herrie dat ik kan maken als ik daar zin in heb. Groningen stad is min of meer de bekendste muziekstad van Nederland. Want je hebt zo'n zo elk jaar Noorderslag voor de Nederlandse bandjes. En je hebt Eurosonic voor de Europese markt in principe. Dus ja, Groningen staat enorm bekend om als muziekstad. Groningen is een van de weinige steden in Nederland waar er nog eigenlijk bandjes nog in de cafés optreden bijvoorbeeld. Dat is niet meer te denken in Amsterdam, dat kan allemaal niet meer. Dus wat dat betreft is dat wel echt te gek dat dat allemaal eigenlijk nog kan.